Ja hoor, ze zijn binnen de eerste mini-drones van Parrot. Dit is de SWAT. En de SWAT is een mini-drone die is echt gemaakt voor gebruik in het donker. Niet buiten natuurlijk, dat is tegen de wet. Foei foei, niet mee buiten vliegen, et cetera, et cetera. Prima. Gebruik hem gewoon lekker binnen. Dat doen wij ook met het testen natuurlijk. Gewoon lekker in de slaapkamertjes als het donker is. Geen enkel probleem. Dat die gemaakt is voor in het donker, dat zien we natuurlijk meteen aan de grote lampen die op de SWAT zitten. En voor de rest, het is een variant op de Rolling Spider, die we natuurlijk al heel lang geleden gereviewd hebben. Er zit bescherming bij. Met bescherming vliegt hij 7 minuten, zonder bescherming vliegt hij 9 minuten. Dat heeft ermee te maken dat hij meer gewicht moet gaan tillen. Er zit ook een cameraatje in, verticaal, VGA-resolutie, net als de Rolling Spider. Ja, dat was niet heel erg bijzonder, maar wel bruikbaar. Bluetooth Low Energy, keurig individuele motoren en 25 minuten laadtijd op de accu. Het leuke is, de accu's kun je loskopen bij Parrot en ook kun je een los USB-ladertje kopen, zodat je niet de drone aan jouw PC hoeft te hangen om hem op te laden. Dat je gewoon lekker tijdens het werk een beetje los de accu'tjes kunt laden. Nou, we gaan even kijken wat erin zit. Kijk, we worden meteen voorgesteld met de mini-drone-serie. De jumping drones, de airborne drones. En het leuke is natuurlijk dat alles in verschillende kleuruitvoeringen weer beschikbaar is. Er zijn in totaal van iedere serie zijn er een aantal verschillende met verschillende functies. Zoals aangegeven, dit is de nachtvlieger. Dus hier zitten extra ledjes op. Andere modellen gaan we ook reviewen, die komen spoedig langs. Even kijken hoe we dit het beste eruit kunnen tillen, want we willen natuurlijk niets beschadigen. We zien wel gewoon keurig meteen alle onderdelen, we zien alleen meteen hoe we hem netjes openmaken. Dit zit al vastgeplakt, dus het zal vast niet helemaal de bedoeling zijn. Dan gaan we hem uit het karton forceren. En ja, dat gaat goed. In vergelijking met de Rolling Spider lijkt het op dat Parrot iets andere motoren is gaan gebruiken. Het ziet er allemaal net even wat strakker uit. In tegenstelling tot wat je op de doos ziet, is het nog niet afgewerkt met de decals. Hè. Dus we missen nog een voorkantje en dat soort dingen. Daarvoor zal waarschijnlijk een stickervelletje bijgesloten zijn, zodat we hem zelf kunnen decoreren. Heel belangrijk detail, een ultrasone hoogtesensor. Dat mist bij heel veel drones en hierdoor blijft hij heel stabiel vliegen. En dat is ook een hele mooie aanpassing. Nou, we zien hier inderdaad twee hele mooie ledjes zitten. Hier achterin, loading bay, hier schuif je zometeen je accu'tje in. Dat is dit accu'tje wat hier zit. Zo. Dus deze accu die schuiven we op deze manier hier in. Klik. En klaar. Oh, hij begint al meteen te starten, dat hoort er ook een beetje bij. Hij staat nu waarschijnlijk in de pairing modus, dus als ik zo meteen de flight app van Parrot heb geïnstalleerd, dan kan ik meteen contact maken met deze drone. Nou, dan hebben we hier nog een kabeltje, gewoon een micro USB kabel, lekker makkelijk, hebben we allemaal al voldoende liggen. En hier vastgeplakt vinden wij de stickers. De SWAT stickers, maar ook de verschillende voorkantjes en daarmee kun je echt zorgen dat deze Parrot SWAT mini drone helemaal gepersonaliseerd is. Nou, we gaan zo meteen deze moeilijke keuze maken, want er zitten wel hele leuke tussen. En zo meteen op de foto's zie je wat de keuze is geworden. Wil je meer weten over de Parrot SWAT mini drone? Klik dan op de link meteen onderaan deze video. Je komt dan op de review bij gadgetgear.nl terecht. Daar lees je mijn vliegervaring met deze drone. We vergelijken hem natuurlijk met de Rolling Spider. We vergelijken hem natuurlijk nog met een aantal andere drones. En je leest daar ook meer van de technische details over de SWAT. Dus wil je meer weten over de SWAT? Klik meteen op de link onderaan deze video. Goed, we hebben de FreeFlight mini app van Parrot opgestart. Want we willen gaan vliegen met onze SWAT drone. Nou, die moeten we eerst selecteren. Onze vorige vlucht was met de Travis. Ook een briljante mini-drone, vooral omdat er Lego op kan. En daar zijn mijn kinderen helemaal gek op. De SWAT, die selecteer ik hier. Die staat al aan. Nu gaat hij keurig verbinding maken. De SWAT is natuurlijk een speciale drone, ook omdat hij twee felle koplampen heeft. Nou, verbinding is gemaakt. We zien hier dat hij nog geen foto's heeft gemaakt. Er zitten geen foto's in het geheugen. Hij heeft dezelfde camera als de Travis. Dus in de review op onze website, daar zie je een voorbeeldfoto genomen, gewoon binnen met de Travis, is gewoon precies hetzelfde. Je ziet hier de accu-status.
Dus hoe lang kunnen we nog ongeveer vliegen met deze drone? Hier kunnen we kiezen om een joystick op deze drone aan te sluiten. Helaas hebben we die niet. Is nog wel leuk om de test mee aan te vullen. Gaan we wellicht nog even doen. Moeten we even een Parrot overleggen. Op het moment dat we op start klikken, dan geeft hij aan wat is de configuratie. Hebben we geen bescherming of hebben we wel rondbescherming? Op dit moment ben ik binnen aan het filmen, heb ik de rondbescherming erop zitten. Want ja, als het misgaat, dan wil ik niet dat ik de bank sloop. En wat heel erg leuk is nu, is dat hij één keer mijn camerabeeld erin gooit. Dat had ik niet verwacht. Kijk, hier is de Travis. We zien een knopje voor de verlichting. Pats. Hiermee kunnen we de verlichting aanzetten voor op de Travis zit. Dan kunnen we aangeven hoe fel deze moet schijnen. Dan kun je hem ook gewoon overdag voor signaalverlichting gebruiken. Dan zit je hem heel zacht. Van de andere kant, overdag zie je hem altijd. Niet heel hard nodig. Maar je kunt hem s'avonds op z'n alle fels zetten. Ja, dan doen deze twee netlampjes toch behoorlijk wat. Je kunt hem laten knipperen. Dat is ook wel grappig. En we kunnen ook zeggen van ga maar gewoon lekker rustig knipperen. En dit is een beetje zo'n soort van politie-effect. Nou ja, goed, hè? Met de SWAT-aanduiding op de zijkant past dat wel aardig. Hoe dan ook, dit is heel leuk en comfortabel toegepast vanuit Parrot. Wat je trouwens overigens zag, hè, als ik nu dit minuutje wegtik, dan kan ik niet via het lichte symbooltje meteen deze verlichting weer uitzetten. Dan moet ik het met een tussenstapje doen. Nou, kijken we voor de rest naar de interface. Links draaien, rechts draaien, opstijgen, dalen. Hier zo zien we naar links hoeveren, naar rechts hoeveren, naar voren hoeveren, naar achteren hoeveren. Dit is altijd ten opzichte van de voorkant van de drone. Dus wil ik dat hij op mij afkomt op dit moment, doe ik dit. Wil ik dat hij weggaat van mij, doe ik dit. Wil ik dat hij naar rechts gaat, kies ik hier voor links, want hij staat met zijn neus naar mij toe, dus spiegelbeeld. Take-off knopje onderaan. Nou, je ziet, hij staat op een vol bureau, dus ik druk er niet in. Maar daarmee gaat hij meteen naar pak een beetje 30 centimeter hoogte. Zodat hij mooi netjes kan blijven hoeveren. Hier kunnen we alle stunts selecteren. Die activeer je door gewoon dubbel te tappen op de rechterpad. We kunnen hier aangeven dat we hem vanuit de hand willen lanceren. Dat betekent dat je hem gewoon van je af kunt gooien en hij gaat meteen hoeveren. Heel erg leuk. Hier kunnen we de camera activeren. En hier hebben we heel veel instellingen waarmee we de app, maar ook de drone meer naar ons hand kunnen zetten. Goed, wil je meer weten over deze Parrot Mini Drone? Check dan de link meteen onderaan deze video. Die brengt je naar de website van Gadget Gear. En daar lees je alles over de voor- en nadelen van deze leuke SWAT. Wil je zien hoe die vliegt? Blijf dan nog heel even hangen in dit videootje. Hierna hebben we namelijk wat buitenopname gemaakt.